In deze korte presentatie vertel ik je graag meer over het obstakelverwijdertraject, of OVT, dat HealthAway in samenwerking met de ministeries van VWS, OCW en EZK heeft geïnitieerd. De doelstelling van het OVT is een effectief en efficiënt lerend gezondheidszorgsysteem te realiseren, waarbinnen gezondheidsdata optimaal gebruikt worden voor evaluatie, kwaliteit, beleid, onderzoek en innovatie. Op 9 april 2021 heeft het kabinet op advies van de Commissie Nationaal Groeifonds besloten het voorstel HealthAway te honoreren. De commissie gaf aan dat voor het laten slagen van de plannen expliciete ondersteuning van de ministeries van VWS, OCW en EZK cruciaal was. Deze ondersteuning is vormgegeven in het obstakelverwijdertraject. De drie ministeries en HealthAway hebben een overzicht gemaakt van de obstakels die hergebruik van gezondheids- en onderzoeksgegevens in de weg staan. Het OVT was geboren. Om voortgang op het OVT te waarborgen is een governance-structuur ingericht met een stuurgroep en een regiegroep. De stuurgroep, onder voorzitterschap van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, komt 4 keer per jaar bij elkaar om gezamenlijk de strategie te bepalen en voortgang te monitoren. De regiegroep komt iedere 14 dagen bij elkaar en werkt op tactisch niveau samen om te komen tot afspraken. Daarnaast draagt de regiegroep zorg voor afstemming met andere initiatieven. Inmiddels werken we met meer dan 40 veldpartijen samen om de obstakels weg te nemen. De beoogde impact van het obstakelverwijdertraject is een effectief en efficiënt lerend gezondheidszorgsysteem te realiseren, waarbinnen gezondheidsdata optimaal gebruikt worden voor evaluatie, kwaliteit, beleid, onderzoek en innovatie ten gunste van burgers, organisaties en professionals. Er zijn 18 obstakels geïdentificeerd, die zijn verdeeld over 3 clusters met ieder hun eigen focus: willen, mogen en kunnen. In cluster 1 gaat alles om het gezamenlijk waarom. Waarom zouden we gezondheids- en onderzoeksgegevens moeten hergebruiken? Hoe informeren en communiceren we over het hergebruik van gezondheidsgegevens? En hoe kunnen bedrijven onder de juiste voorwaarden toegang krijgen tot deze gegevens om producten en services te ontwikkelen? Cluster 2 gaat over de spelregels. Wat mogen we en hoe interpreteren we huidige wetgeving eenduidig? Daarnaast onderzoeken we ook of er regels aangepast moeten worden, welke dat zijn en waarom. Cluster 3 gaat over de techniek in de praktijk. Kunnen we technisch gezien wat we mogen en hoe maken we gegevens vindbaar? Slaan we ze gestructureerd op en welke standaarden gebruiken we? Er is voortdurend interactie en afstemming nodig tussen deze 3 clusters. Dit gebeurt door zoveel mogelijk geïntegreerd te werken en gezamenlijk plannen op te stellen. Ook vindt er regelmatig overleg plaats tussen de clusterleads. In 2022 is door deelnemers van het OVT met een brede vertegenwoordiging van veldpartijen hard gewerkt aan het verkennen en formuleren van oplossingen voor de obstakels. Er wordt gewerkt aan 8 concrete producten. Allereerst het document met het gezamenlijk waarom en de nationale principes voor de gezondheidsdata-infrastructuur voor hergebruik van gezondheidsgegevens. Als tweede, een communicatie- en informatiecampagne om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland zich eenvoudig op de hoogte kan stellen waarvoor gezondheidsdata hergebruikt kunnen worden, hoe dat werkt en hoe je daar zelf invloed op kunt hebben. We kijken ook naar een geïntegreerde wet en regelgeving die ertoe leidt dat juridische aspecten bij het hergebruik van gezondheidsdata overal in Nederland op dezelfde wijze geïnterpreteerd wordt en elkaar tegensprekende wetgeving verleden tijd is. We werken ook aan een nationaal register voor zeggenschap. 1 plek waar burgers kunnen inzien waar hun gezondheidsgegevens voor worden gebruikt en waar ze ook invloed uit kunnen oefenen op dat gebruik. We werken ook aan een systematiek voor een unieke koppelsleutel, waardoor gezondheidsgegevens secuur gekoppeld kunnen worden als ze op verschillende plekken staan, met minimale inbreuk op de privacy van het individu. In cluster 3 werken we ook aan 3 oplossingsrichtingen. Allereerst een systematiek om gezondheidsdata eenmalig vast te leggen voor meervoudig gebruik. We werken met FAIR-principes en volgen zoveel mogelijk internationale standaarden om gegevens vast te leggen.
We ontwerpen ook een eenduidige systematiek voor de aanvraag en beoordeling van data. En als laatste werken we aan een geautomatiseerd proces voor beheer, uitgifte en gebruik van gezondheidsdata. Iedere oplossingsrichting is opgesplitst in deeloplossingen en tussenstappen. Voor een compleet overzicht verwijzen we je graag naar onze website. Daar zijn namelijk de plannen van aanpak voor iedere oplossingsrichting te downloaden. Het obstakelverwijdertraject staat niet op zichzelf en we verbinden lopende initiatieven, zowel in Nederland als internationaal met elkaar. Zo heeft het ministerie van VWS in het voorjaar van 2023 haar visie op het gezondheidsinformatiestelsel en secundair gebruik van gezondheidsgegevens gepubliceerd. Daarin wordt aangegeven zoveel mogelijk aan te sluiten bij lopende landelijke initiatieven zoals HealthRI. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met de overheid en andere veldpartijen op het gebied van de European Health Data Space om het werk binnen het OVT daarop aan te laten sluiten. We werken dus aan een integrale aanpak om te komen tot een nationale gezondheidsdata-infrastructuur voor zorg, beleid, onderzoek en innovatie, waarbij onze focus op secundair gebruik ligt. We kiezen voor integraal omdat de infrastructuren interoperabel moeten zijn. De uitgangspunten en processen voor het vastleggen en toegankelijk maken van data uit de zorgketen worden gezamenlijk ingericht.